Welkom in mijn prachtige dierentuin in Minecraft. Of nou ja, er staat eigenlijk nog heel erg weinig in deze dierentuin. Wij moeten namelijk vandaag een dierentuin gaan bouwen, dames en heren. Ik weet nog niet of dat ik hier een serie van ga maken, maar dan mogen jullie gaan bepalen. Als ik er vandaag 1000 volgers bij krijg op Instagram, @Gieleke, ga ik hier morgen meteen een nieuwe aflevering voor opnemen. En komt die dus ook deze week online. Dus als je dat wil, doe dat sowieso even. Vergeet natuurlijk ook niet te liken en te abonneren voor die 100.000 abonnees. En laten we gewoon meteen beginnen. Ik heb ondertussen al even een prachtig pad gemaakt, zoals je kan zien. Er zijn ook al een aantal mensen de dierentuin aan het betreden. Maar we hebben nog helemaal geen kooien. Dus we moeten eventjes een mooie kooi als eerste neer gaan zetten. Oké, wat moeten we daarvoor neerzetten? Even kijken hoor. We hebben hier natuurlijk een heleboel verschillende dingen. En laten we maar gewoon beginnen met Desert. Eventjes kijken. Hoe groot willen we de kooi hebben? Willen we hem zo groot? Is wel een beetje klein. Hè? We kunnen hem natuurlijk ook nog wat groter maken. We kunnen hem ook even kijken hoe groot is. Als hij large is. Oeh, dat is wel heel erg vet. Oké, weet je wat? Die gaan we gewoon hier zo neerzetten. Let's go! En dan moeten we natuurlijk ook gelijk eventjes een pad maken om de hele kooi heen. Hoppakee, die is af. En wat we nu kunnen doen, dames en heren, is het plaatsen van dieren. En daar heb ik super veel zin in. Want dat betekent dat dit gewoon de allereerste dieren uit deze dierentuin worden. Laten we gewoon... Ja, weet je, het is een grote kooi. Dus we kunnen veel dieren neerzetten. Laten we 2 kamelen doen. Ah, 4 kamelen. 2 lama's. Zo. Oh, we hebben ook al een kleintje. Oké, dat is super schattig. 4 lama's, laten we dat doen. En 1, 2, 3, 4 schorpioenen. Die schorpioenen, die zijn wel een beetje gevaarlijk. Ik wil er liefst ook niet te dicht bij de buurt komen. Maar laten we ook eventjes gelijk wat wiet pakken. Want dat betekent dat we deze dieren kunnen gaan breeden. En dames en heren, als ik kleine babydiertjes heb, dan komen daar meer mensen naar deze kooi kijken. En komen er ook veel meer bezoekers. Dus dat moeten we dus hebben. We hebben hier ook al een baby lama. Ik weet niet wat deze beesten eten, maar dat kunnen we hier allemaal aan de voorkant zien op deze lectern. Even kijken. Een kameel eet wheat. Ja, dat hebben we gezien. En een lama eet een hooibaal. Oké. Dus dan moeten we eventjes een hooibaal pakken. Even kijken. Hier hebben we hem al. Oké, helemaal top. Hoppakee. Hallo, ga je dit nog eten? Volgens mij gaat hij niet eten, hoor. Oké, hier, alsjeblieft, neem je ook maar... Nou, misschien heb ik al te veel dieren gebreed in deze area. Dat kan natuurlijk. Laten we in ieder geval maar gelijk eventjes verder gaan. Want al de bezoekers die er zijn, die willen natuurlijk ook eten en drinken en even lekker ergens zitten. Dus laten we even een klein zithoekje gaan maken. Oké, we gaan hier eventjes naar wegen toe. En dan gaan we naar... Even kijken, wat kunnen we allemaal neerzetten? Terrasjes. Oké, weet je wat? Dan pakken we gewoon een terras. En ik denk dat zo'n terras wel mooi is. Maar waar willen we die meteen neer gaan zetten? Waar komt het eetgedeelte? Ja, weet je wat? Ik denk dat we als we hier nog een klein stukje pad bij maken... Dan maken we hier een soort van mooi plein ervoor. Bij het eten wil ik even wat restaurantjes zoeken. Iedereen houdt van de milkshake, weet je? Oké, we kunnen hem natuurlijk ook eventjes omdraaien. Maar dan moeten we hem zo omdraaien. Hoppakee. Kijk eens aan. Een mega milkshake winkel, dames en heren. Ik vind dit er heel erg vet uitzien. Kijk dan, met een mooi kraampje ook nog hier zo. En natuurlijk een balie. Er staat dan wel niemand achter. Maar hey, het werkt, dus het zal wel goed zijn. Hey, oprecht, we zijn nog maar heel even bezig. Maar er gebeurt echt al zoveel in deze dierentuin. Wat ik wel meteen eerst even ga doen voordat ik wat meer winkeltjes neer ga zetten, is eventjes een weg bouwen. Want dat hebben we natuurlijk ook nodig. Laten we gewoon hier eventjes wat extra weggetjes zo plaatsen. En dan doen we hier ook zo eventjes helemaal eromheen. Zodat het overal goed bereikbaar is. Dat is natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk. En dan doen we hier om de milkshake winkel ook nog even een prachtige weg. We maken gewoon alle zandweggetjes, denk ik. Wow, er staat dat ik nu 25 bezoekers kan hebben. Oké, dat is super chill. Ik ben heel erg benieuwd. Hier op de muur kunnen we ook zien bij de ingang hoeveel bezoekers er al in mijn dierentuin zijn geweest. En op dit moment zijn dat er 24. Oké. Ik heb hier ook even een prachtige ballon. Die kunnen we ook gewoon neerzetten zo. Hier, hoppakee. Dit is zo geniaal. Kan ik er ook eentje aan een kind geven? Oh, deze kinderen die zijn wel echt super schattig. Kijk dan, het zijn gewoon baby villagers. Maar oké, genoeg over baby villagers. We moeten meer eettentjes hebben. Want die baby villagers hebben natuurlijk ook altijd wel honger. We kunnen hier ook een infopoint neerzetten. Oh, dat is ook wel heel erg handig. Laten we die hier zo bij de ingang neerzetten. Een infopoint, zo hoppatee. En dan moeten we natuurlijk eventjes gaan draaien. Waar zit de ingang als ik hem neerzet eigenlijk? Dit is wel een beetje in your face als we hem daar zo gelijk neerzetten. Laten we het infopoint... Wacht, we halen eventjes dit weg. We zetten het infopoint, zetten we... Wacht, we draaien hem nog even een paar keer. Ik vind denk ik... Dit vind ik een mooie plek. Zo, hoppakee. Kijk dan, dat is gewoon een heel infopaleis, joh. Kijk dan hoe groot. Dit is gewoon absurd. Maar kijk, we hebben hier natuurlijk alle foto's. We kunnen hier even wat informatie opvragen waarschijnlijk. Oké. We kunnen hier nog naar boven om wat informatie op te vragen. Oké, dit ziet er wel heel erg vet en clean uit. Ik vind het een mooi gebouw. We hebben hier ook nog even wat boekenkasten staan. Nou, spreekt allemaal voor zich. We gaan eventjes kijken wat we nog meer allemaal kunnen plaatsen. Want we hebben nu een terrasje, een milkshake machine, een desert ding voor de dieren.
dieren natuurlijk. We hebben nog maar één dierenplek. Dat is ook wel een beetje weinig. We hebben een infopoint. Maar dames en heren, we kunnen natuurlijk nog veel meer neerzetten. We hebben ook een souvenirshop nodig. Ja. Laten we dat gewoon even doen. Oké, waar kunnen we die neerzetten? Waar? Even kijken. Laten we die een beetje... Ik denk dat die hier wel leuk kan staan, hoor. Ja. Dat doen we gewoon. Kijk eens aan, dames en heren. Een souvenirshop in onze dierentuin. Oh, wat? Mijn auto staat gewoon in de souvenirshop. Dat is niet de bedoeling. Oké, die zetten we eventjes lekker daar zo neer. Maar kijk dan, dames en heren. Je kunt hier allemaal leuke souvenirtjes kopen. Of nou ja, wat je leuk noemt. Rood tapijt, groen tapijt en oranje tapijt. En een beetje leather armor. Nou, dat zijn de souvenirtjes van deze dierentuin. Het is niet zoveel, maar hey, het is in ieder geval iets. Maar ik zag toen net ook dat we een toiletgebouw neer kunnen zetten. En dat lijkt me ook wel heel erg handig. Want ja, mensen moeten in de dierentuin natuurlijk ook gewoon plassen. En ook gewoon kunnen plassen. Dus laten we hier deze maar eventjes neerzetten. En dan pakken we eventjes een weggetje. Hoppa. En dan zetten we hier gelijk even een weg neer. Zo, hoppa. Gewoon eventjes helemaal zo eromheen. En dat doen we ook gewoon eventjes bij de souvenirshop zo. Kijk eens aan, dames en heren. Nu kun je gewoon overal helemaal doorheen lopen. En ik weet niet of dat de wc er een beetje mooi uitziet van binnen. Maar ja, weet je, het doet zijn werk. Dus helemaal prima. En ik denk dat het wel weer eens tijd is voor een nieuwe dierenkooi in onze dierentuin. Want we hebben op dit moment meer dingen die niet dierentuin zijn dan die wel dierentuin zijn. Dus laten we eventjes wat gaan zoeken. Oké, we hebben hier natuurlijk een hele hoop verschillende dingen. Oh, wat een aquarium. Ja. Dat kan heel erg vet zijn, dames en heren. Oké, die moeten we gewoon ergens neerzetten. Gaan we hem hier neerzetten? Of waar gaan we hem neerzetten? Laat ik in ieder geval alvast eventjes al deze rotzooi weghalen. Zodat ik in ieder geval alle plekken heb. Waar kunnen we hem neerzetten, joh? Wow, dit is wel echt super groot. Maar waar is de ingang? Dit is natuurlijk zo'n binnenaquarium. Oh, dit gaat er zo vet uitzien. Maar ik weet nog niet waar we hem neer kunnen zetten. Laten we hem anders gewoon even hier zo plaatsen. Ja, ik vind het een hele mooie plek. Let's go. En dan gaan we hier naar binnen. En wat? Oké, dit is oprecht denk ik een van de ziekste kooien die je kan hebben. Dit is ook een soort van gekke dolfijnenshow of zo. Oké. Even kijken of ik hier nog wat extra dieren neer kan zetten. Hey, weet je, je weet maar nooit. Een zeeschildpad, een shark en een dolfijn. Oké. Dit wordt super vet. Even kijken. Wat gaan we waar neerzetten, dames en heren? Misschien kunnen we hier aan de bovenkant wat erin plaatsen. Ja, zeker. Hier zetten we een haai neer en nog een haai en nog een haai. Waarom ook niet? En hier zetten we een dolfijn in. En ik hoop dat de haaien de dolfijnen met rust laten. Zullen we eens even kijken. Gaan ze vechten? Volgens mij gaan ze niet vechten. Dat is helemaal top. Hier zetten we natuurlijk ook even een paar dolfijnen in voor de dolfijnenshow. Ik weet niet of dat er ooit komt. Maar hey, als ze er komt, staan ze er al vast. En hier hebben we ook nog een paar zeeschildpadden. Die gaan we er natuurlijk ook gewoon meteen inzetten. En nu, dames en heren, kunnen er alweer 50 bezoekers komen in mijn pretpark. Naarmate je dus je pretpark uitbreidt, hoe meer bezoekers er kunnen komen. En er zijn er op dit moment al 50 in mijn park. Of ja, bijna 50. Daar ben ik super blij mee. Maar oké, we hebben nu ons aqua dingetje neergezet. Maar ik wil eigenlijk babydieren. Want als ik babydieren heb, komen er nog meer bezoekers naar mijn park toe. En vooral ook naar dit aquarium. Dus ik moet eventjes kijken. Staat er hier ergens een lectern? Jazeker. De dolfijn heeft raw cod nodig. Oké, laten we dat eens eventjes gaan opzoeken. Raw cod. Dit gaan we gewoon meteen aan de dolfijnen geven. Hallo. Hier, neem jij eventjes lekker wat raw cod. Hier, alsjeblieft. En waar is die andere dolfijn gebleven? Hier, nou, neem jij dit ook? Ik weet niet of dat ze het willen eten. Lijkt wel dat ze niet willen of zo. Nou ja, boeien. We gaan eventjes verder kijken. We hebben hier ook nog de shark. Die wil ook raw cod. Nou, laten we eens even kijken of dat hij dat wel gaat eten. Even kijken. Oh, dan moet ik het weer even opnieuw opzoeken. Hoppakee. Oké, wil jij raw cod? Oké, deze die heeft hartjes. Oké, dat is top. Oh, dan moet ik snel de andere vinden. Waar is de andere haai? Oh, hier zijn er gewoon twee. Oké, top. Oké, en hier nog eentje. Let's go. Oké, maak een kind. Maak een kind. Kom op. Jullie kunnen het. Ja, een baby haai. En hier een baby dolfijn. Oké, let's go mensen. Dit is super nice. Dit gaat er dadelijk echt voor zorgen dat er veel meer bezoekers hier zo heen komen. Ik zie ze al aankomen lopen. Zijn er ook al mensen hier zo binnen eigenlijk? Ik zie nog weinig bezoekers binnen. Maar misschien moeten ze het nog eventjes ontdekken of zo. Er zijn hier ook een paar mensen al op de terrasjes aan het eten. En hier staan een aantal mensen te kijken naar de savannakooi. Maar dames en heren, het is denk ik tijd voor een extra kooi. Oh, wat? Je kan ook gewoon een speeltuin neerzetten. Oké, dit is super leuk voor al die kinderen die er zijn. Oké, laten we de speeltuin... Ja, bij de ingang is een beetje lelijk. Hier ga ik dadelijk wat bloemetjes en bomen en zo neerzetten. Dat gaat ook heel erg vet worden. Laat ik eerst eventjes dit weghalen. En dan vind ik dit eigenlijk wel een mooie speelplek. Want hier zitten dan ook de ouders te eten, weet je wel. Dit is gewoon een mooie plek, oké? Nou, trouwens, ik wil het eigenlijk wel eventjes weghalen. Ik ga hem heel eventjes plaatsen, maar dan eentje naar deze kant. Dan kan ik namelijk nog even een pad toe gaan voegen. Hoppatee, natuurlijk weer een prachtig zandpad eromheen. Kijk eens aan, dan kunnen de kinderen ook even makkelijk naar deze speeltuin toe. Hé, oprecht, deze speeltuin is toch super grappig. Hier een toren met allemaal slingerdingen en zo. Hé, dit is geweldig. Oké, maar ik wilde nog een dierenverblijf neer gaan zetten. Dus laten we eens even gaan kijken.
kijken. Buildings. En dan gaan we voor... Even kijken. Aquarium hebben we al. We hebben hier mesa. Oké. Jungle. Ja, sowieso. We gaan een jungle maken, dames en heren. Wow, dit gaat er zo vet uitzien. Oké, wacht. Hier moeten we even een goede plek voor hebben. Laten we anders het jungle gedeelte hier zo doen. Dan staat hier ook gewoon nog een stuk dierentuin. Dat vind ik een goed idee. Oké, let's go. Bam. En hier, dames en heren, hebben we een prachtige jungle staan. Maar wat voor dieren kunnen er allemaal in de jungle? Daar ben ik vooral heel erg benieuwd naar. Oké, we pakken hier dieren. We kunnen hier een kat inzetten. We kunnen een panda neerzetten. Oké, dat is leuk. Een monkey, een gorilla en een tiger. Oké, laten we hier gewoon alleen een apenkooi van maken. Oké, dus we zetten hier een gorilla neer. Hier, 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 hier. 5 gorilla's en 5 apen. 3, 4, 5. Hoppakee. Oké, dit wordt gewoon alleen de apenkooi. Oké, dit wordt heel erg ziek. Maar ik ga eventjes kijken, want ik wil natuurlijk ook baby-apen hebben. En de gorilla kan kinderen krijgen door middel van een appel. En de monkey ook met een appel. Dus laten we eventjes een appel erbij pakken. Oké, let's go. We hebben hier de appel meteen al. En hallo, hier wil jij hartjes alsjeblieft. Jij ook, jij ook. Jullie mogen allemaal appeltjes hebben. Jij ook, jullie mogen allemaal appels hier. Ga maar eventjes baby'tjes maken, zodat er meer mensen naar deze dierentuin komen. Heel goed bezig. Jullie zijn echt een goed PR-team met z'n allen, hoor. Kijk eens aan, dames en heren. Ik zie gewoon al superveel kleine aapjes erbij. Ik vind het helemaal prachtig. En kijk, er staat ook al gelijk weer een kind te kijken. Ja, ja. Het enige ding wat deze kooi op dit moment nog mist, is een mooi pad eromheen. Dus dat gaan we ook meteen even regelen. We pakken even een zandpad erbij. En dan gaan we hier meteen eventjes een prachtig zandpad omheen plaatsen, dames en heren. Dit gaat er ontzettend vet uitzien. Hoppakee. Oh, dit moet nog eventjes weg. Zo. En het laatste pad. Kijk eens aan. Nu staat er gewoon een heel pad om deze jungle heen. Nu hebben we dus een woestijngedeelte. We hebben een watergedeelte. En we hebben een jungle gedeelte. Ik ben hier oprecht super blij mee. Maar ik wil ook nog eventjes wat decoratie gaan toevoegen bij de ingang. Want ja, als je hier binnenkomt, het ziet er niet heel erg spectaculair uit. Je ziet letterlijk hier gras. Maar een beetje lelijk. Laten we gewoon even gaan kijken. We kunnen hier decorations aanklikken. Oké, laten we een fontein pakken. En die zetten we... Oh, wat? We kunnen ook een groot fontein plaatsen. Oké, dat meen je niet. Wow, yo. Kijk hoe ontzettend groot dit fontein is. Wat? Deze gaan we 100% hier neerzetten. Ja, ja. Dit is toch een prachtige binnenkomer. Het sluit er echt mooi aan op deze vloer. Dus dan kom je binnen, dan kijk je naar links en dan zie je meteen al een prachtig groot fontein. Oké, nu moeten we nog even wat andere dingetjes hebben. We hebben hier namelijk nog meer decorations. We hebben namelijk ook nog een boom, als het goed is. We hebben hier, we hebben allemaal verschillende bomen natuurlijk ook. Oké, laten we een oak tree doen. Oké, laten we even kijken hoe gaat dat eruit zien. Oh, dat gaat er ook enorm ziek uitzien. We zetten er gewoon 3 neer zo aan deze kant. Kijk, dus dan kom je hier aan en aan de linkerkant heb je meteen wat mooie bomen staan en hier een prachtig fontein. Ik vind het hartstikke vet, mensen. Oké, laten we meteen nog eventjes wat bomen plaatsen aan de andere kant van het fontein. Ik denk dat dat wel nice is. Nee, trouwens, we moeten eerst eventjes... Nee, trouwens, de bomen die zetten we hier dan neer. Zo, hoppa. Een mooie rij met bomen. En dan zetten we hier nog even een mooi pad neer. Even kijken. Oké, dan pakken we gewoon even een mooi zandpad. Die gebruiken we namelijk altijd, dus waarom nu niet? Hoppakee. Zetten we daar neer en dan halen we hier nog even een boom weg. En dan plaatsen we hier in het midden nog even een paadje. En dan kunnen we hier ook nog wel wat neer gaan zetten. Maar ik weet nog niet heel erg goed wat. Eventjes deze bomen weghalen ook. Dan hebben we hier weer heel wat ruimte. Laat me even denken. Wat kunnen we neerzetten? Oké, ik zie hier iets met bamboe. En dat ziet er wel heel erg leuk uit. Laat ik hier gewoon... Nou, ik wil trouwens best wel een groot verblijf. Nee, trouwens, we doen een klein bamboe verblijf. Oké, die zetten we hier zo neer. Hoppakee. Ik wil een weggetje. Waar staat het weggetje? Hier staat het weggetje. Helemaal mooi. Hoppakee. Dan plaatsen we hier nog even een mooi paadje omheen natuurlijk. We gaan daar ook even kijken wat voor dieren er allemaal in kunnen. Hoppa. Oh, trouwens, ik heb dit helemaal verkeerd gedaan. Oh, ik kan 100 bezoekers in mijn dierentuin. Oké, dat is super chill. Maar deze moet heel eventjes nog weg. En dan plaats ik eventjes dat ding weer opnieuw. Want ik heb een veel beter idee namelijk. Ik heb hier namelijk een dubbel pad. En dat is helemaal nergens voor nodig. Oké, laten we eventjes dit pakken. En dan pakken we het bamboeverblijf er weer even bij. En die zetten we... Even kijken, dan moet dit wel eventjes weg weer zo. En dan zetten we bamboeverblijf. Zetten we... Oh, trouwens, dan moet deze ook nog even weg. Hoppa, wat een chaos. Hoppa, oh. Daar zetten we hem neer. Niks meer aan doen. Dan halen we dit pad weg. Oh, dan kunnen we daar nog iets heel vets mee doen. Maar dat laat ik jullie zo zien. We kunnen daar namelijk dadelijk nog wat vette decoraties neer gaan zetten hier zo naast het pad. Om het allemaal nog even een stukje mooier te maken. Maar dit pad is nu af. Helemaal rond eromheen. En dan is het nu de bedoeling dat ik even... Even kijken. Ik wil even een boompje hebben. Mag ik dit even plaatsen? Dankjewel. Zetten we hier even... Oh, dat is niet de goede. Ik bedoel natuurlijk even een boom, hè mensen. Zetten we hier even wat leuke bomen nog naast de kant zo. Hoppakee. Hey, dit is toch super leuk. Wat we tot nu toe hebben gedaan is je komt hier binnen. Hier heb je wat mooie bomen. Hier een prachtig fontein. We hebben hier wat bomen. En hier moeten nog eventjes snel wat dieren in. Wat voor dieren? Dan mogen jullie achterlaten in de comments. En dan ga ik dan misschien in de volgende
volgende video wel doen. Dus de comments met de meeste likes, dat dier komt erin. Laat weten in de comments, moet het een rode panda worden, een normale panda, een aap of een poes? Laat het allemaal weten in de comments. En voor de rest hebben we natuurlijk dit prachtige terras nog gemaakt. We hebben hier een speeltuin. We hebben hier onze apenkooi met onze mooie junglebomen erbij. Onze milkshake winkel, onze souvenirwinkel, onze wc's natuurlijk. Waar deze man ook even lekker een grote boodschap heeft gedaan. Hier hebben we ook nog onze infobalie. We hebben hier nog onze lamakooi met kamelen en schorpioenen. Hopelijk zijn de schorpioenen een beetje lief voor de lama's. En tenslotte hebben we hier ook nog ons waterverblijf. Vond je deze video nou leuk? Vergeet het dan zeker niet te belonen met een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren hier zo beneden voor die 100.000 abonnees. En wil je nou dat ik een volgende aflevering upload? Vergeet me dan zeker niet even op Instagram te volgen. @Gieleke, het staat hier in beeld. Want bij de 1000 volgers ga ik meteen een nieuwe aflevering online gooien. En klik eventjes op een van deze twee video's. Want ze gaan weg binnen 3 seconden en je wil ze echt niet missen. Dus klik alsjeblieft. 3, 2, 1.